Tijdens de aftrap van het lustrum van onze twee historische verenigingen werd een korte film vertoond over Biltse geschiedenis, gemaakt door leerlingen van het Groenhorst in Maartensdijk. De film vertelt het verhaal van twee ridders die zich laten bekeren en daarna neerstrijken in Oostbroek, waar ze een klooster stichten en het land gaan ontginnen. Zo ontstond zo'n 900 jaar geleden een gemeenschap in het gebied wat later de Bilt is geworden. De leerlingen die meededen aan het filmproject over lokale geschiedenis mochten zelf een onderwerp kiezen. Hoe is het idee voor deze film ontstaan? Een klasgenoot van ons, Lars, die kwam, woont hier ook in de Bilt, die kwam dus langs het Biltse Hoogkruis. En daar ontmoette die Gert Landman. En Gert die vertelde wat meer over het Biltse Hoogkruis. En toen hadden we de bijeenkomst van de filmclub. En toen zei Lars dat dat wel een leuk idee was. Onze leerlingen die waren heel enthousiast. Het ging heel makkelijk, ze wilden van alles, ze gingen heel snel opdelen, waren fanatiek en konden heel veel. Het was heel erg leuk om te doen. Het was vooral het leukste om er naartoe te werken en op de namiddagen zelf. En ja, we hebben ook gerepeteerd en aan het script geschreven. En dat was ook heel leuk met z'n allen en veel gelachen. En ja, uiteindelijk het eindresultaat is heel leuk geworden en de opnamedagen waren ook heel leuk. We hebben het met eigenlijk drie docenten gedaan. De kunstdocent Artie Lammert, de geschiedenisdocent Peter Hartman. Die hebben samen het script geschreven en spullen gemaakt. En de kinderen hebben zelf ook het script geschreven. En het zijn echte doekinderen, dus als ze maar iets mogen doen, dan gebeurt er van alles. Hartstikke leuk. Ik speelde de rol van keizerin Mathilde. Mathilde is een best wel belangrijk persoon in dit verhaal. Want Mathilde die... Ja, die gaat eigenlijk over heel veel besluiten van wat mensen wel of niet kunnen doen. Bijvoorbeeld boeren met land. En die leest voornamelijk oorkondes voor eigenlijk. We laten u niet langer in spanning, maar gaan nu kijken naar een korte film van... Jan-Bert Groenhorst! Heel lang geleden vechten de twee ridders Theodoric en Herman tegen hun vijanden. Een paar dagen later. Ik ga ermee stoppen. Ik vind het niet meer leuk. Ik heb zoveel mensen om het leven gebracht. Ik ga naar Ierland, naar een fort en word monnik. Halverwege de reis. Dit wordt nog echt een hele lange reis. En we zijn nu pas op de helft. Uiteindelijk komen de twee ridders aan in Ierland bij het fort. Als je goed mens wil worden, moet je voor 24 uur vol in. Zonder licht of geluid. Maar... pas op, je kunt er gek in worden. Is goed, we doen het. Ja, is goed, we doen het. Later in de grot. Dit is een grot. Ga er maar in. Ik zie jullie weer over 24 uur. Veel succes! Oeh, het is wel pittig donker hier binnen. Een paar uur later komt er opeens een geest tevoorschijn. Wie ben jij? Ik ben de geest van de ridder die jij vermoordde. Ik kom je halen en je vermoorden voor wat je mij hebt aangedaan. Wat heb ik gedaan omdat we oorlog hadden? Het kan me niks schelen. Je hebt ons vermoord en je zult ervoor boeten. Doe me niks aan, Mr. Lee. Nee! Maar plotseling gebeurt er iets geks. De geest verdwijnt voor zijn gezicht. De steen voor de grot verschuift en de ridders zien weer licht. Eindelijk weer licht. Goed, zeg me dan maar. In de naam van God zal ik een goed mens zijn en mensen in nood helpen. In de naam van God zal ik een goed mens zijn en de mensen in nood helpen. Dank je wel. Graag gedaan en succes onderweg naar huis.
thuis aangekomen, gaan we eerst naar de bisschop toe. Groet beste ridders, waarmee kan ik jullie helpen? We willen een klooster bouwen voor de monniken. En waarom willen jullie dat doen? De meesters te helpen. Geweldig, dat vind ik helemaal goed. In Gods naam gezegend. De ridders komen terug in Nederland. Laten we proberen om het land droog te leggen dat we een huis kunnen bouwen. Ja, goed zo vriend. Laten we meteen vragen aan de monniken of ze willen helpen. Ze gaan naar het klooster. Ah, kijk eens. De ridders Herman en Theodorik. Fijn dat jullie er weer zijn. Ik heb gehoord dat het goed gaat met de bouw van jullie nieuwe klooster. Wat komen jullie vragen? Eerwaarde bisschop. We hebben nog meer monniken nodig om het klooster te gaan. Dat begrijp ik. Het is heel belangrijk. Ik zal zorgen voor extra mensen. En dan kunnen jullie sloten graven. Kom voor elkaar. Ze krijgen een stel monniken mee en beginnen met graven. Ze groeven en groeven, zodat er veel land droog kwam te liggen. Waarop we gebouwd geworden. Alsof onze reddigingen niet genoeg hebben meegemaakt, we zijn ook nog keizerin Mathilde. De machtigste en belangrijkste vrouw van Europa. En dat wil zeggen de omgeving van dijken en kanalen te voorzien, zodat het land droog komt te leggen. En geschikt wordt voor de bebouwing van groentes, fruit, vee en behuizing. Deze ontgonnen gronden komen als bezit voor het klooster en daar mag 10% pacht over ontvangen worden, ten bate van het klooster te Oostbroek. En zo gebeurde het. Steeds meer mensen kwamen in Oostbroek wonen. Want zo heet het gebied hier en het klooster werd rijker en rijker. En nog steeds wonen hier heel veel mensen dankzij onze dagbouwheerders Herman en Theodorie.